inmiddels nu bij de kering aangekomen. En ja, we gaan met gewoon een groepje mensen gaan we hier vuil opruimen. En hier heb ik bijvoorbeeld een plastic zak. En die komt zo te zien helemaal uit Frankrijk. Dat is best wel raar dat dat zo lang in stand blijft, toch, hè? Maar ja, plastic vergaat ook nooit. Brokkelt alleen maar af. Blijven al die kleine stukjes nog steeds in de oceaan drijven. Kijk, lieve mensen. En dit is dus hoe plastic kan verbrokkelen. En uiteindelijk in hele kleine fragmentjes achterblijft in de natuur. Plastic hoort gewoon absoluut niet in de natuur. Denk alsjeblieft na voordat je wat weggooit. Dankjewel. We hebben inmiddels al aardig wat verzameld. Er zijn ook wat kindertjes. Die hebben al hele zakken en jerrycans. En het is echt een geweldig gezicht om te zien dat we met zoveel mensen zoveel goeds doen. We hebben hier een schat gevonden. Ik ben heel benieuwd wat of het is. Kom op, even de spierballen eronder. Eén, twee. Hop, Roet. Kom op, spierwink. Zo. Nou, kijk eens, een hele emmer vuil. Ja, dat is natuurlijk ook een mogelijkheid. Je pakt gewoon een emmer. Daar doe je alles netjes in. En die graaf je dan onder de grond. Dan hoef je het ook niet op te ruimen. Ja, en daar hebben ze ook nog een kliko in gegraven. Er past nog meer in. Geweldig. Jongen. Rutje. Zoals je ziet zijn we inmiddels overal bezig. We zijn bezig in de duinen. En daar loopt Ruud. Ruud die loopt weer terug naar de crew. We hebben zojuist natuurlijk het een en ander hier langs de weg gezet. Dat we zo weer op gaan pikken. Daarbovenin lopen nog mensen. Kindertjes volgens mij. Het is een warm gevoel om te zien dat we met zoveel mensen bezig zijn om Schouwen-Duiveland weer schoon te krijgen. Dank jullie wel. En wat is het hier weer mooi, hè? Jongen. Prachtig mooi land wonen we toch. Hier op een hoekje gekomen waar we heel veel vuil ligt, verward in zeewier. En hier hebben we bijvoorbeeld een stukje ballon, het restant van een ballon. Om even duidelijk te maken dat het dus gewoon wel heel jammer is als je ballonnen vrijlaat en daarmee vogeltjes verstrikt. Dus dat moeten we maar niet meer doen, oké? Nou, Ruud is ook nog gewoon hartstikke druk bezig, zoals je ziet. Zo, en nog kinderen zijn hartstikke druk bezig. Die staan zich ook te verbazen over alle troep die mensen weggooien. We zijn nog steeds op de vuilnisbelt. We hebben Ronald. Ronald is ook al de hele middag bezig met het ruimen van troep. En als je hier kijkt wat hier ligt, het zijn dus allemaal wel veel kleine stukjes. Korte stukjes touw. Stukjes plastic, een veertje, dat is niet erg, en lollystokjes. En heel veel dopjes van mensen die dat dopje niet terug op de fles doen als ze het niet meer nodig hebben. Echt heel erg veel, kijk hier. En hier hebben we nog een stukje ballon aan een touw. Nou, en zo zie je dat iedereen lekker aan het schoonmaken is. GroenLinks en de SP werken gewoon lekker samen. Nou, het is gewoon wel heel goed voor het wijgevoel, hè? Het voelt wel goed om het te doen. Ja, precies. En om dat samen te doen, en zo waar die kindertjes ook zo druk mee bezig zijn, is dan wel heel mooi.